De zandzakken kunnen weer teruggebracht worden. Na het weekend, waarin vooral naar de stand van de Maas werd gekeken, is de regio door het oog van de naald gekropen. En dus brachten inwoners maandag het zand weer terug naar de meren in Baarlo. Ja, u heeft de zandzakken teruggebracht? Ja, ja, dat hebben we net gedaan. En ook van de buren, dus het is weer weg, gelukkig. Het was vanmorgen heel erg druk en nu is het even rustig. Maar vanmorgen was het echt een file straks even, ja. Dus heb ik de gemeente gebeld, want de containers raakten vol. Anders is dat weer overlast op de straat. Hè? Dus, en ze zijn net al geweest, ze hebben één keer al containers weggehaald en ze komen daar nieuwe containers brengen. Dus, ja. Vrijdag gingen alle alarmbellen af toen het waterpeil ging stijgen en het gevaar steeds groter werd. Er stond een grote rij om zandzakken te gaan halen. Toen de alertmelding kwam, dat iedereen echt pas wakker van, hé jongens, er is echt iets serieus aan de hand. Ze stond er file van hier tot bijna aan de stoplichten. En om een uur of 4, 5, terwijl om 1 was er bijna niemand hier. En om 7 was weer rustig, dus echt een piekbelasting, zal ik maar zeggen. Maar er was ruimte hier, de gemeente was hier toen goed aanwezig met mensen te helpen met zakken vullen en zo. Dus het liep eigenlijk best goed, ja. Ja, hele grote hopen zand. Hoeveel is daar nu eigenlijk van gebruikt? Ongeveer de helft. Maar goed, dat je niet een beetje te weinig hebt, dan krijg je paniek, hè. Maar een beetje te veel is altijd beter dan te weinig. Kijk, je voor de voordeur liggen en achter. Maar gelukkig is het bij ons op de Vlaar-Hoenestraat is het trouwens een ganse week op bij ons is druk gebleven. Dus. Alleen het is er een smoor. Het opruimen is dus begonnen. Baarlo Schoon gaat in samenwerking met de gemeente en Pele Maas Schoon zaterdag het Maasdal opruimen. In overleg met de gemeente hebben we gezegd dat we zaterdag kiezen waarschijnlijk voor de schoondag. Een extra Baarlo Schoondag, zullen we zeggen. En dan gaan we samen met Pele Maas Schoon waarschijnlijk, die van de Kessel oprukken, gaan we gezamenlijk het hele Maasdal schoonmaken. Maar van tevoren gaan we even samen inventariseren met de gemeente wat er ligt en of het gaat lukken. En dan gaan we het zaterdag in uitvoering brengen. Het was toch wel spannend. En we zitten net op het laatste punt waar de overstroming zou kunnen komen. Maar ja, toch beter van niet. Hè. Het was spannend, dat is heel spannend hier en daar. Een scheurtje en lekkage, maar het is allemaal tijd gerepareerd. Dus heel fijn dat het een goede oefening is geweest, zullen we zeggen. Beter geen water in huis hebben dan alle overlast die ermee gepaard gaat. Ja, dus eigenlijk liever het werk voor niets geweest. Ja, dat vind ik ook. Wat dat betreft vind ik het goed. Prima.